Klachten van burgers hebben ertoe geleid dat het ministerie van Openbare Werken zich is gaan richten op oplossingen voor slechte infrastructuur binnen verkavelingsprojecten. Dit stelde Vijay Durgamisir, directeur stedenbouwkundige werken op het ministerie van Openbare Werken tijdens een persconferentie. OW gaat namelijk werken aan ontwikkelingsprogramma's voor verkavelingsprojecten. Het ministerie is conform de taakstelling en de verantwoordelijkheden verantwoordelijk voor goede infrastructuur. En u heeft gemerkt in de afgelopen decennia dat heel veel burgers natuurlijk hebben geklaagd over slechte infrastructuur in verkavelingsprojecten. De minister, het ministerie, heeft gemeend om uiteindelijk de burgers wat zekerheid te bieden om uit deze uitzichtloze situatie te komen. En natuurlijk, de burgers die weten op een gegeven moment geen raad, de verkavelaar is niet in beeld, of de verkavelaar is er, maar niet meer actief. De overheid stelt zich op het standpunt dat het een verantwoordelijkheid is van de verkavelaar. Uiteindelijk is de burger de dupe van die hele situatie. De directeur zegt verder dat het ministerie ervoor heeft gekozen om gefaseerd over te gaan tot overname van gebrekkige wegen binnen geselecteerde verkavelingsprojecten. De categorieën die wij hebben geselecteerd voor overname ziet u hier als volgt, net gaf ik aan, zijn verkavelingen die wel een vergunning hebben, echter is de verkavelaar niet meer actief, erfgenamen ook niet. Dus net wat ik aangaf, het wordt een uitzichtloze situatie. Wie gaat op een gegeven moment garant staan voor die goede infrastructuur? Verder hebben we verkavelingen met een vergunning waarbij de verkavelaar in beeld is, maar de wegverharding, de goede infrastructuur, niet heeft doorberekend in de verkoopprijs. Deze projecten zijn meestal vol bebouwd. Het lastige is om nu te gaan vragen aan de burgers, bent u bereid om nog eens 5.000 of 6.000 US dollar neer te tellen voor die wegverharding? Het antwoord zal nee zijn, we kunnen niet. Dus ook deze groep zal geselecteerd worden en na een kritische screening zullen we ook nagaan en de minister adviseren welke wegen in deze projecten overgenomen zullen worden. Durgamisir geeft tenslotte aan dat verkavelingsprojecten die niet vergunningsplichtig zijn, ook zijn meegenomen in de planning. Het gaat onder andere om gebieden in Saramaka, Para en Kommewijnen. In de afgelopen jaren hebben veel verkavelaars gebieden in deze districten tot ontwikkeling gebracht.